Yo! Hey en leuk dat jullie weer zijn aangekomen bij een nieuwe vlogboek. Vandaag heb ik wat vets te vertellen, dus gaan we er maar lekker voor zitten. Ja, vandaag heb ik wel een video wat een beetje awkward is, althans voor mij. Want ik ga jullie mijn grootste angst uitleggen. Ik heb namelijk een vrij bijzondere angst. Ik ben namelijk bang voor vlinders. Ja. Vlinders, ja. Oké, nu lachen jullie me waarschijnlijk uit en snappen jullie de reden niet. En daarom ben ik hier om dit te vertellen en uit te leggen. Want ik wil toch met jullie delen, want het is toch iets wat mij maakt. Ik snap dat die beesten heel mooi en lief en vrolijk horen te zijn. Maar voor mij is het gewoon haat, angst en duivels. Hetgene wat ik het engst vind aan vlinders is denk ik toch de manier waarop ze vliegen. Ze vliegen zomaar overal naartoe. Je weet niet wat hun fucking doel is. Ze gaan heel de tijd zo en dan gaat het zo in je gezicht en denk je what the fuck, ga weg, G, what the fuck. Als ik dus een vlinder zie en het komt op me afvliegen, dan raak ik wel een beetje in paniek. Is het nou echt dat ik als ze dood ben voor die beesten? Nou, nee. Oké, en nu nog steeds vinden jullie het een gekke reden dat ik het eng vind. En dat snap ik ook wel. Het is ook al een beetje een gek iets. Ik denk dat ik eigenlijk meer getraumatiseerd ben door die beesten dan dat ik ze uiteindelijk echt eng vind. Want het is maar een vlindertje. Ik weet net zo goed als dat jij weet dat die beesten niks kunnen doen. En dat ze eigenlijk gewoon alleen maar vliegen en een beetje op bloempjes zitten en shit. Vroeger als heel klein manneke, ik weet niet eens meer hoe oud ik was, maar ik was heel jong, ben ik een keer gevallen omdat een vlinder op mij landde. Althans, dat is wat ik denk. Want ik kan het mezelf niet eens echt meer herinneren. Maar vanaf toen was ik eigenlijk als heel klein manneke een beetje bang voor vlinders. Toen was dat eindelijk een beetje voorbij. En op een dag werd ik wakker en waren er gewoon twee vlinders boven mijn hoofd. Twee vrij mooie vlinders, eigenlijk van die blauwe, die je helemaal niet vaak ziet. Maar die hingen daar boven mijn hoofd en ik was zo bang op dat moment. Ik weet nog wel het moment dat ik onder mijn dekens echt... Ik wist niet hoe snel ik onder mijn dekens kon kruipen. Om daarna helemaal aan de andere kant van mijn bed snel weg te rennen om naar mijn moeder te gaan. Om die te, zeg maar, ervoor te laten zorgen dat die vlinders weggingen. Het is dus eigenlijk best wel gek. Alleen, ja, vanaf dat moment... Toen was ik volgens mij een jaar of 7, denk ik. En ik was weer als de dood voor die beesten. Kijk, nu ben ik 20 en weet ik net zo goed als dat jij weet dat die beesten helemaal niks doen. En dat het helemaal niet erg is wat ze doen. En dat ze eigenlijk gewoon wel mooi zijn. Ik ben er niet echt super als de dood meer voor. Ben ik er echt bang voor? Nee. Zet mij in een vlindertuin? Nee. Toch vind ik het niet chill als ze naar me toe komen vliegen. Dan zit ik nog steeds zo van, what the fuck, beter niet voor je tanden, dankjewel. Maar ja, je zult mij niet zien wegrennen voor die beesten. Dit is een beetje een gek verhaal. En dat weet ik zelf ook. Nee, maar ik denk wel dat jullie het leuk vinden om dat te horen. Ik heb natuurlijk ook andere angsten. Ik hou bijvoorbeeld niet echt heel erg van horrorfilms kijken. Sommige vind ik wel grappig, maar de meeste niet. Ik ben ook wel een beetje bang als ik door een donker bos heen loop. Wat op zich ook vrij logisch is, maar hè. Hashtag slendertijden. En vroeger was ik altijd echt heel bang dat er bij me ingebroken zou worden. Maar ja, dat was de vlogboek voor vandaag weer. Ik ben eigenlijk wel benieuwd waar jij nou bang voor bent. Of wat jouw grootste angst is. Zet dat even hier in de reacties. Dan kunnen we daar gezellig over doorpraten. En ik zie jullie morgen weer. En morgen is dus de Q&A. Vergeet niet even naar de video van de vorige dat ik de Q&A aankondig. Om daar nog even een extra reactie achter te laten. Vind ik alleen maar leuk. Vind jij ook waarschijnlijk leuk. Dan is de video weer wat langer. En ik zie jullie dus morgen weer. En dan zeg ik zoals altijd. Like, abonneer, reageer. En tot morgen weer.